sporthal De Dreef gaan Joe en Daryl Baas kickboksen. En Ondiep TV gaat kijken hoe ze dat er vanaf gaan brengen. Wanneer ben jij begonnen met kickboksen? Van mijn vierde, toen ik vier was. Wat vind je nou zo leuk aan dat kickboksen? Voor te stoten, slaan en trappen. Hoe probeer jij dan een wedstrijd te winnen? Alleen maar stoten en trappen op punten. En wat is er zo moeilijk aan? Omdat je veel combinaties moet doen. Je moet goed incasseren. Je moet met de druk omgaan. En je moet gewoon kunnen stoten en trappen. Nou doe je hiermee aan het toernooi. Wat verwacht je hiervan? Dat ik kampioen word. En wat wil jij nou zelf bereiken als kickbokser? Wereldkampioen. Hoe kan je dat bereiken? Elke dag trainen. Als je moet trainen, trainen. Andere dingen laten. Hoe lang moet je nou trainen voordat je echt een goede kickbokser kan worden? Een jaartje. En is het dan moeilijker om tegen jongens te kickboksen? Nee. Waarom niet? Omdat jongens ook gewoon goed zijn. Wat zeggen ze nou bij jou op school dat je aan kickboksen doet? Niks. Sommigen weten het. Maar ze vinden het wel leuk. Als ik win, feliciteren ze mij. Wat zou je nou het allerliefste willen zijn als kickboksen? Alles. Wereldkampioen, Nederlands kampioen, Europees kampioen. Geld verdienen.